Aan een aantal bedrijven is dispensatie verleend om in de weekend-lockdowns open te blijven. Zo mogen productie- en exportbedrijven normaal hun diensten aanbieden, laat de minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie optekenen. Tijdens een persconferentie via Zoom vanmorgen ging de bewindsman in op de uitzonderingen. Productiebedrijven open mogen die dus een 24-uur werkschema hebben. Die ook op de zaterdag en zondag open moeten zijn. Exporteurs mogen open zijn, landbouwbedrijven, ondernemingen in de mining en oil en gas sector, nutsbedrijven. Ten aanzien van nutsbedrijven moet ik aangeven dat meestal vitale diensten, zoals storingsdiensten, die mogen opengaan. Ze zijn ook geregistreerd als zodanig. Ik ga door met aan te geven dat food companies en deliveries open mogen. We gaan ervan uit dat mensen, niet aan ieder kookt. Dus we gaan ervan uit dat het mogelijk moet zijn dat mensen eten kunnen bestellen. En die moeten dus dan bezorgd worden. Ik ga door naar bakkerijen. Die moeten misschien ziekenhuizen voorzien en andere instellingen. De medewerkers van bedrijven die hun dienstverlening mogen voortzetten, moeten volgens Amoxie in uniform gekleed zijn. Naast hun bedrijfspas moeten ze ook hun ID-kaart kunnen overleggen, zegt de minister. Zodat ze geïdentificeerd kunnen worden. Supermarkten voor de weekend lockdown hoeven niet open te gaan. En ze hoeven ook niet bevoorraad te worden. Dat zou alleen mogelijk zijn bij de partiële lockdown. Luchtvaart en zeevaartondernemingen, dus rederijen, mogen opengaan. Ik ga door met wachtapotheken, securitybedrijven, de mantelzorg. Dan denk ik ook aan individuen. Die misschien voeding moeten brengen voor bedliegerigen en andere behoeftige familieleden. Misschien voeding, medicijnen. Dus die mogen wel, maar ze moeten registreren. Ze moeten zich registreren. Aldus minister Kenneth Amoxie, hij zegt ook dat dialysecentra normaal open mogen voor de patiënten.